Charlie, kijk eens hoe schattig ik hier ben. Oh, zo lief. Je hebt een palmboom op je hoofd. Ja. Oh, kijk deze dan. Hier heb ik al mijn liefde voor eten ontwikkeld. Oh, en hier dan, Olly. Oh, schattig. Ik kon hem niet echt opruimen. Wat ben jij hier aan het doen? Jij bent mijn kaart aan het knijpen. Ik zit hier te krijsen, man. Nee, dat denk ik niet, hoor, Olly. Ik was echt al heel lief voor jou. Jij had gewoon hier honger, denk ik. Hé, maar Olly. Ja? Ik vraag me even iets af. Hebben we het echt allemaal wel goed geregeld al voor de kraamfeestje voor tante Beppi? Dat vraag je nou echt al voor de 100.000ste keer. Ja, we hebben alles al af. Het komt echt wel goed. Oké. Hey, Sophie. De kids zijn nu weer. Oh, hoi kids. Hoi. Wat superleuk dat jullie er zijn. Ja. Oh, en nog 5 nachtjes. En dan is het kerst. Tel me even mee. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yes. Dan is het kerst. Yippie, yippie, yes. Ik heb er zoveel zin in. Ik ook, Olly. Het is bijna zover. Hé, hey, misschien heb je het al gezien, kids. We hebben het hele huis versierd. Want wij hebben een surprise kraamfeestje georganiseerd voor tante Beppi. Ja. En natuurlijk voor baby Joshua. Want die is geboren. Ja, en die baby is zo lief en zo schattig en zo poepig en zo... Oh, echt zo leuk! Nou weten we het wel weer. Maar goed, kids, het is dus een surprise kraamfeestje. En wij gaan snel verstoppen. Jullie ook? Ja. En dan roepen we zo meteen surprise. Ja, oké. Okay. Snel verstoppen. Snel verstoppen. Sst.
Luca, 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 er is bezoek voor je. Hoi, ik ben Luca. Ik woon met mijn broertje en mijn zusje en mijn ouders in Veenendaal. En leuk dat jullie zijn gekomen. En dit is mijn zusje. En dat is de die... Dit is de hut die papa en ik samen hebben gemaakt. En ik wil jullie nog meer laten zien, dus kom maar mee. Voetballen is superleuk. Nu wil ik jullie laten zien het mooiste cadeau wat ik ooit in mijn leven heb gehad. En het is binnen. Dit is dus het mooiste cadeau van mijn leven. En ik heet Julan. En ik hou heel veel van hem. Leuk dat jullie hier waren. Ik vond het heel fijn. Ik hoop jullie snel weer te zien in de kerk. Doei! Zij is, hè? Ja! Ze komt er zo bijna aan. Ja, helemaal Olly. Ja. Het is wel mijn eerste surprise kraamfeestje die ik ooit heb gehad. Ik vind het eigenlijk best wel spannend. Nee, je hoeft helemaal niet. Oh. Maar als ik zo meteen, tellen we dan tot drie en roep ik heel hard surprise! Ja, zachtjes, nu nog niet. Maar als er zo meteen komt, roep je net surprise. En alle kids thuis doen mee. Oh ja, maar Olly, wat betekent surprise eigenlijk? Surprise betekent verrassing in het Engels. Heb ik op school geleerd. Cool, hè? Okay. Ik denk dat ze komt. Ja, hey kids, doen jullie mee? We tellen zo meteen zachtjes tot drie en dan roepen we heel hard surprise! Want dan komen tante Mappy en baby Joshua. Oké. Okay. Oh, daar komt ze, daar komt ze. Olly en Sophie? Surprise! Wat is dit nou? Een verrassingsfeestje voor mij? Ja, ja, leuk. Een surprise kraamfeestje voor jou en Joshua. Wat leuk. Ja. Oh, daar is mogen we even kijken weer? Ja, natuurlijk. Oh, ik vind hem zo lief. Oh. Hi, baby Joshua. Oh, wat ben je lief. Hey. Oh. Wat eten baby's eigenlijk? Ja, ze eten nog niet. Ze drinken lekker melk. Oh. Lekker melk? Ik vind melk heel vies. Bah. Hey. Maar hij is zo lief. Hij is heel lief. Van je, Sophie, ik vind het echt zo leuk wat jullie hebben gedaan. Gewoon een verrassingsfeestje voor ons. Ja, leuk, hè? Lief, dank leuk in jou. En wat beschuit met muisjes? Ja, ik heb nou wel een beetje trek gekregen. Lust je ook wat beschuit met muisjes? Ja, dat lekker. Beetje... Ja. Ja. Het lust ook wel. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Lekker. Heel lekker. Tante Beppi, ben je blij dat Joshua er eindelijk is? Je hebt echt lang moeten wachten, hè? 9 maanden. Ja. Ja. Oh, ik ben zo blij. Ik kan nu eindelijk met hem knuffelen en ik hou zoveel van hem. Ja. Tante Beppi, helpt Joshua ook wel eens? Jazeker. Joshua is ook wel eens verdrietig. Bijvoorbeeld als hij heel erg honger heeft of als hij in zijn luiertje heeft gepoept.
Eeuw, in zijn luier gepoefd. Eeuw, dat stinkt. Ja. Hey, zijn jullie al begonnen van mij? Opa, Twitter! Hallo. Hey pa, kom je kleinzoon weer bewonderen? Jazeker, daar kan ik niet van wegblijven hoor. Hoe is het met mijn kereltje? Ja, goed. Dankjewel, opa. Met jou. Met jou ook, hoor. Oh. Wat leuk je bent, opa. Wil je opa schuim met muisjes? Ja, lekker. Alsjeblieft. Lekker, ja. Dankjewel. Zijn heel lekker. Echt, hè? Heerlijk. Ik zit eigenlijk te denken. We gaan natuurlijk ook bijna richting kerst, hè? Ja. Ja. Ja, toch? Nog 5 nachtjes. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 nachtjes, tante Beppie. En dan... Dan is het kerstfeest ook. Ik heb er zoveel zin in. Ja, ja, jij kan het nog tellen op je aftelkalender, maar bij mij niet meer. Oh, waarom maken ze die chocolaatje zo lekker? Is bij mij alweer op. Oh. Ik zal er de volgende keer ook de worteltjes in doen. Worteltjes? Die lust Olly niet. Nee, vind ik helemaal niet lekker. Nee. Dan blijven er wel af. Maar eigenlijk hè, zit ik te denken dat kerstfeest eigenlijk ook een kraamfeest is. Alleen dan voor baby Jezus. Ja. Dat is echt leuk. Dat denk ik ook, Sophie. Olly. Alleen, ik zit me te bedenken, hè. Vorige week, tante Beppie, vertelde jij dat baby Jezus geboren wordt... om alles weer recht te maken, wat krom was... en alle verkeerde dingen weg te halen. Ja. En dat vond ik echt heel erg mooi. Alleen, wat ik niet zo goed snap... en waar ik een beetje over nadenk, is dat... Ja, de baby Jezus wordt geboren, dat snap ik wel. Alleen maar waarom word ik dan, ben ik dan eigenlijk geboren? Waarom ben ik een babytje geweest? En Olly, en jullie? Ja. Dat klopt, Sophie. Maar de Heer Jezus is geboren om alles wat verkeerd gegaan is weer goed te maken. Ja. En alles wat krom was, recht te maken. Maar wij kunnen hem daar wel een beetje bij helpen. Oh? Ja. Kunnen wij de Heer Jezus helpen? Ja. Hoe dan? Jazeker. Weet je, we zijn geboren om gewoon onszelf te zijn. En we hebben talenten gekregen van God, die mogen we gebruiken. We mogen God danken voor wie hij is en dat hij zoveel van ons houdt. Maar niet iedereen weet van Gods liefde en dat hij heel veel van ons houdt. En dat mogen we anderen vertellen. Dat kunnen we in woorden doen, maar we kunnen het ook zingen. En het aan anderen laten voelen. We kunnen anderen laten voelen hoe lief God is zoals hij ook voor ons is. Wow. Dus ik kan door mijn talent zingen, kan ik andere mensen laten voelen of vertellen of laten zien dat hij de God heel fijn ze houdt. En ook door bijvoorbeeld dus te vertellen wat opa kan. Opa, je kan heel goed verhalen vertellen, hè? Ja. Hé, maar wacht eens. Dan kan ik ook Gods liefde laten zien door bijvoorbeeld gewoon grappig te doen, want dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ja. Maar jij, tante Beppie, bijvoorbeeld door hele mooie kunstwerken te maken. Want dat is jouw talent, toch? Ja, dat klopt. Precies, kids. Want als je van de Heer Jezus houdt, kun je het ook weer zijn liefde doorgeven. Ja. Wauw. Ja, dat kun je allemaal door. En dat mag je doen met al je talenten die je hebt. En je mag het doen zoals je bent. En weet je, als wij dat doorgeven, dan kan andere kinderen of andere mensen kunnen dan zien hoe veel de Heer Jezus van hen houdt. Wow. Dat is gaaf, zeg. Ja, heel gaaf. Precies, pa. En weet je, eigenlijk is toen baby Jezus geboren was... eigenlijk ook gewoon een kraamfeestje. Ja. En met kerst, dan versieren we ons huis ook helemaal. Waarmee doen we dat? Ik weet het, ik weet het. Ja? Met heel veel mooie lampjes. Vind ik dat zo leuk. Inderdaad, en wij worden daar zo blij van. En eigenlijk is Jezus net zo. Hij is een licht voor ons en schijnt altijd. Wow. En, weet je, en wij mogen ook een lichtje zijn voor de mensen om ons heen. We mogen ze blij maken en zeggen dat God heel veel van ze houdt. Ja. Wauw. Oh, het is hartstikke donker en ik ben bang in het donker. Poppietje, Pietje, ik ben er al. Oh, kijk eens, ook eentje voor jou. Oh, dankjewel. Want weet je, Sophie, ik moest net denken... Want opa Ton en tante Beppie vertelden net het verhaal over een lichtje zijn. Ja. Nou, Jezus is natuurlijk het licht in de wereld. Maar wij mogen natuurlijk een handje helpen. Dus eigenlijk mogen wij ook het licht laten zien aan de wereld... door ons talent te delen met anderen. Dus wij zijn ook gewoon een lichtje. Ja. En doordat wij licht schijnen, voelen andere mensen de liefde van de Heere God. Precies. Gaaf, wow. Hè? Wauw. Ik wil wel zo'n lichtje zijn. Ik ook. We gaan met elkaar een stukje uit de Bijbel lezen. Uit Johannes 3, vers 16. Want God houdt zoveel van de mensen... dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven.
En iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Mooi, hè? Hey, en daar gaan we een lied over zingen. Over die God die zo ontzettend veel van ons en van jou houdt. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt, dat is heel gewoon. Omdat God van mensen houdt, gaf hij het mooiste wat hij had, zijn eigen zoon. Hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt, dat is heel gewoon. En de wijze bracht de goud, meer en wierook voor het kind als eerbetoon. En als jij de Heer vertrouwt, leg je leven in zijn hand, hij is God zo. Maar 5 nachtjes tot de kerst. En we hebben weer wat vragen voor de kids. Laten we ze nog een keer aan jullie voorstellen. Ik ben even Roos. Ik ben Joas. Hoi, ik ben Guus. Hoi, ik ben Annemarije. Hoi, ik ben Dylan. Ik ben Joshua. Hoi, ik ben Valerie. Hoi, ik ben Daan. Hoi, ik ben Jan. Hoi, ik ben Viva. Hoi, ik ben Joël. Wat leuk om te weten wie jullie zijn. Maar waar ik nu benieuwd naar ben, is wat vinden jullie het mooiste aan het kerstverhaal? Het mooiste van het kerstverhaal vind ik dat iedereen feest viert met kerst. Ik vind het mooiste van het kerstverhaal dat Jezus geboren is. Oh, dit is een kerstboom. Ik vind het mooiste met kerst dat de wijze cadeaus brengen. Wauw, wat gaaf dat de wijze cadeaus brachten bij baby Jezus. Hey. Vraag je, wat voor cadeau zou jij baby Jezus geven? Een konijntje. Een beertje geven. En ik zou Jezus een deken geven. Dat weet ik niet. Een stuurbare auto. Ik zou een Jezus goud geven. Ik denk dat Jezus heel blij is met jullie cadeaus. Weet je wat ook een cadeau voor iemand kan zijn? Als je diegene helpt. Hoe help jij wel eens iemand? Als iemand pijn heeft, dan help ik hem even. Kerst help ik mijn man met afwas. Ik help anderen soms op school als ze iets niet snappen. Ik help wel iets om een tekening te maken en af te wassen. Wat zijn jullie toch een toppers. Hey, dit jaar is kerst toch een beetje anders. Wat doen jullie dit jaar met kerst? Kerstliedjes zingen. Met kerst ga ik een boom omhakken. Moet je naar de intratuin? Nou, dan gaan we heel lekker eten. Met het hele gezin. Sneeuwballen gooien. Nou, ik hoop dat we dit jaar een witte kerst hebben. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen toe. Waarin je mag weten dat Jezus voor ons is geboren. Omdat God zoveel van ons houdt. Doei! Hey
Hey kids, weet je wat nou zo leuk is? Met het volgende liedje mogen jullie allemaal meedoen. Dus heb je thuis een instrument liggen? Pak het erbij en ga lekker met ons mee muziek maken. En het volgende liedje is namelijk Goed Nieuws. En iedereen mag dat goede nieuws horen, want Jezus is geboren. Daar gaan we! Ja, kids, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze dienst. We gaan zo nog één liedje zingen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag met jullie danken. Danken jullie mee? Lieve Vader, dank u wel voor deze dienst. Dat we heerlijk mochten zingen, mochten dansen. Dat we u mochten aanbidden. Geweldig, Heer. Heer, we danken u dat uw Zoon Jezus is gekomen als het licht van deze wereld. Juist om met zijn licht te schijnen op plekken waar het donker is. En dat willen wij ook. Wilt u ons daarbij helpen dat we uw licht mogen schijnen in deze wereld? In Jezus' naam. Amen. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. In de duisternis. In de duisternis. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. Waar geen licht meer is. Waar geen licht meer is. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. In de duisternis. In de duisternis. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. Waar geen licht meer is. Waar geen licht meer is. Want je bent het licht.
je licht laat, zo laat jij je zien in het verkeer. Schijn al met je licht, dat je goede daden zichtbaar zijn en God krijgt alle eer. Denk aan wat je zelf wil, wat een ander voor je doet. Doe dat voor die ander, dan doe je het goed. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen in de duisternis. In de duisternis, laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. Waar geen licht meer is, waar geen licht meer is. Laat je licht maar schijnen. Dit was echt de mooiste, leukste surprise kraamfeest die ik ooit heb gehad. Maar dit was pas je eerste surprise kraamfeest ooit, dus hoe weet je dat nou? Nee, dat maakt helemaal niet uit, Olly. Dat was nog steeds de mooiste en de leukste. Ik vond het ook echt zo leuk. En weet je wat ik het allerleukste vond? Nou? Namelijk dat we nu weten dat wij dus een lichtje mogen zijn in deze wereld. Ja! Net als Jezus! Vind ik echt zo cool. Hoppakee! Ik ook, Olly. Vind ik echt heel leuk. Olly, ik heb nu echt nog meer zin in kerst. Nog 5 nachtjes! Oeh, en dan gaan we naar opa Ton toe. Ja! Zo leuk. Olly kan zulke goede verhalen vertellen, oh, Olly. Zo mooi. Hij echt de beste verhalen vertellen. Ja! Ooit. Ik heb een goed idee. Nou, wat dan? Zullen we anders op zolder, ligt er bij mama, nog zo sliert met allemaal lampjes. Zullen we die meenemen naar opa en dan gaan we zijn huis versieren? Ja, dan maken we gewoon 1 groot feest van allemaal licht. Ik ga ze snel halen. Nee, Olly! Oh, wat dan? De kids, we moeten nog even gedag zeggen. Ja, tuurlijk. Hey kids, wij gaan met kerst naar opa Ton toe. Nemen we allemaal lichtjes mee, gaan we een heel mooi feest maken. En jullie mogen natuurlijk ook komen. Ja, dan gaat opa heel mooi het kerstverhaal vertellen. Ja, echt ja. Superleuk. Ja. En jullie mogen dus ook komen, want het is voor iedereen. Het is voor iedereen. Ja, het is bij een gezinsdienst. Ja, op 25 december om 10 uur kun jij samen met papa, mama of opa en oma naar de gezinsdienst kijken. Ja, en weet je wat je nog moet doen? Dan moet je even vragen of mama of papa ook van die lampjes heeft. Dan moet je je huis versieren. 1 groot feest maken we ervan. Zien we je dan? Doei!